Vanaf 1 maart 2019 mogen er geen voertuigen op de openbare weg zijn waarvoor geen belasting is betaald. Op verschillende plaatsen waren er vandaag lange rijen van mensen die nog op tijd de rij- en voertuigenbelasting wilden betalen. Volgens de Belastingdienst zullen er sancties volgen indien de eigenaar van het voertuig niet aan deze betalingsverplichting heeft, niet aan deze belastingplicht heeft voldaan. Ook bij het filiaal van Telesuur aan de Zonnebloemstraat was er een enorme drukte. Maar niet een ieder is blij met deze belasting. Waarom moet het betalen? Het was al afgeschaft. Wat al afgeschaft is, waarom moet het ingevoerd worden weer? Dus u bent de mening toegedaan dat deze belasting niet betaald moet worden? Helemaal niet, maar het moet. Waarom? Anders kan je auto niet rijden. Ja? In de gemeenschap is er nog steeds geen duidelijkheid over de controle op de betaling van de rij- en voertuigenbelasting. Ook voor justitieminister Stuart Getrouw zijn zaken niet duidelijk. Hij zegt dat de rol van de politie nog besproken moet worden in de Raad van Ministers. We zijn er nu mee bezig. Ja, een pasklaar antwoord ga ik nu nog niet kunnen geven. Omdat we nu bezig zijn dus echt, we moeten nu kijken van hoe we het gaan aanpakken. Want er is weliswaar aangegeven dat 1 maart ja, als vertrekdatum is gesteld. Maar ik heb mijn eigen, hoe zal ik het zeggen, mijn eigen vraagtekens, mijn eigen vragen die beantwoord moeten worden. Maar die ga ik nu nog niet delen met jullie. Maar belangrijk is dat we toch wel naar een stukje behoorlijkheid moeten gaan. Om de mensen zo goed mogelijk te informeren alvorens ja, we van start gaan om het af te dwingen. Snapt u? Ik vertrek nu naar de Raad van Ministers om het eventjes ter bespreking voor te leggen. Is de politie betrokken bij de totstandkoming van deze wet? Want in de wet staat dat de handhaving door justitie en politie moet geschieden. Ja, de politie is ermee betrokken, maar het proces is nog gaande. Snapt u? Ik begrijp dat er het op omgekeerde volgorde lijkt, want die wet is tot stand gekomen en nu zegt de politie... Maar laat me dit ervan zeggen, indien er zaken gecorrigeerd moeten worden, hersteld moeten worden, zal dat ook moeten gebeuren. Ja, want het gaat om het algemeen belang. Ja, en de samenleving heeft er recht op om te weten van wat er eigenlijk gebeurt. Dus je zult tijdig en op een behoorlijke manier op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie over de controle op de betaling van de rij- en voertuigenbelasting. Morgen, 28 februari, is de laatste dag waarop deze belasting betaald kan worden. Per 1 maart moet iedere auto-eigenaar aan deze plicht hebben voldaan.